Hallo allemaal en welkom bij TCG en Toys. We gaan weer verder met de Random Unbox. Ik heb voor jullie weer... Ga ik weer 5 klein boxen openmaken. Ik ga er weer 5 uitpakken dus. 1, 2, deze en deze. Oké, ik heb een PJ Masks blind box. Funko Mystery Mini Sailor Moon. En een paar teapot teenies. Deze twee. Ik heb nog 1 Mighty Megapack en een Pikmin Bomb Season 2. Dat zijn ze. En die ga ik openmaken. Zo. Ik ga beginnen met PJ Mask. Collector bij Vika. 12 stuk te verzamelen. Ik heb al Gekko, Oled en Catboy volgens mij ook al. Of niet? Ik weet niet of 2 Gekko's. En welke is dit? Oeh, we hebben de Nice Ninja. Dit zijn hele mooie figures. Ze komen op een standaard, dus ik vind het vrij mooi. En het zijn mooi om te verzamelen. Laten we beginnen met de Pick Me Pop. Serie 2. Hopelijk krijgen we nu wel die unicorn. Daar gok ik echt nog steeds op, hè? Die unicorn. De kans is wel klein dat ik hem krijg. Maar hopelijk zit hij hierin. Unicorn. Zoals gewoonlijk ga ik alleen maar deze afhalen en deze. Laat niet kijken welke ik heb. Heruit. Lekker. Al die Pick Me Pops zijn lekker. Oeh. We hebben een... Het lijkt wel een katje. Hij is erg lekker. Ik denk dat die van Barbies zijn of zo. Het is heel sterk. Heel sterk. En we hebben een Tessel de Tijger. Het is een tijger. En hij is wat voor smaak? Fruitparadijs. Ja, dat dacht ik al. Hij is heel sterk. Best friends. En waar staat hij? Hier. Sissy the Tiger. En natuurlijk de unicorn. Dat is ultra rare. Limited editions. Is moeilijk te krijgen, gewoon een unicorn. Wat we doen is de paar tortinis openmaken. Oh ja, er zijn enkele die ik nog moet hebben. Niet zo heel veel. Ik heb daar wel een lijstje van. Deze heb ik wel een lijstje opgeschreven welke ik nodig moet hebben. Die lijst. Ja, hier staat hij. Ik ga straks even kijken welke zeggen welke ik nog nodig moet hebben. Ja, dit helpt niet. Je moet altijd dit open knippen, want anders krijg je dat niet voor elkaar. Dit stukje open knippen. Maar er zit een blaadje op mijn arm. Dit stukje. Ah, bijna. Nou kan ik hem. Nee. Oef, er zit een blaadje hier. Ik had het via de andere schaar moeten doen. Een mini schaar. Zo kan het ook. Ja. Yep. Bij dit los te halen is toch papier. Wat ik doe is, ik haal de dingen zo vast eruit, maar dat doe ik zo meteen wel. Ik wil de onderkant even los hebben, want ik wil tegen jullie zeggen welke ik nodig moet hebben. Voor mijn collection.
Oh, dit is weer zoiets wat helemaal lekker zit. Je nagels gaan kapot, zie ik. Soms dan lukt dat wel en soms dan lukt dat echt niet. Zie je? Nou staan ze. Dus de onderkant is lekker eraf. Dan ga ik eerst zeggen welke ik allemaal moet op de checks. Ik heb van de Cutie Animals nog nodig. Lily? Deze? Riley? Die? En Hayden. En dat is die. Van de Rainbow heb ik Ava nodig. Deze. Sophie. Deze. En Bella. Dan heb ik van de Snowville nodig. Riley. Deze. May. Die. Violet. En natuurlijk de Mystery Cassidy. Dus we gaan eerst kijken welke we hebben. We hebben hier heel veel dingetjes. En hier staat al bij van welke categorie wij hebben. Oeh, we hebben iemand van Party Animals. Dus de bovenste, Cutie Animals. Dus ik hoop op Riley, Lily of Hayden. Gaan we eerst lekker open gaan draaien. En dan schiet ze eruit. Teddy. En wij hebben Sophie. En deze heb ik al heel vaak. Al. Dus deze is heel vaak dubbel voor mij. Even dit weggooien. Maar ja, ik ga gewoon blijven zoeken totdat ik een paar vind. En dit zijn de accessoires. De hoofdband en de schaal met koekjes. Laten we verder gaan met deze. Mighty Bean. Daar kan me zat. En Achterback. Ja. Er is wel een andere opengemaakt. Maar ja, er zijn dit er 8 in. Totaal waar 1 visible is. Deze. Oh. Die kan je eraf halen. Lees voor het openen. We moeten hem eens verwijderen. Slam het en ontpop het. Deze kunnen we eraf halen. Dan hebben we de eerste al. En dat is deze. Killer Will. Nummer 35. Dan gaan we deze openen. 3, 2, 1. Dan schoven het allemaal kant op. Kijk, hij gaat al. En er zit een ballon hier. Die blaast zichzelf nu op. Alleen hij scheurt nog niet. En soms dan wil hij het niet doen. Zoals nu. Het enige wat je kan doen. Kijk, hij wil het niet doen. Boem, daar gaat hem rond. Hij wil het niet doen. Hij blaast zich niet op. Ik moest nog een keer slaan, zeg je dat? Nou blaast hij zichzelf op. Oeh, cool. En dan komt dit eraf. Het scheurt dit open en dan valt dat alles zo eruit. En dan hebben we hier alle Mighty Beans die we hebben. 3, 4, 6, 7.
zijn er toch 8? Ja, want die 1 is 18. En dan kunnen we op de checklist kijken van welke we hebben. We hebben eerst deze nummer 35. Welke is deze? Het is een blauwe markt en blauwe is common. We hebben hier nog eentje. Een robot lijkt het wel. Focus. Faulty robot. Nummer 80. Is ook common. Oeh, een pingwing. Lost pingwing. 32. Oeh, die is een rode ster. En dat betekent een zeldzaam. Dus een rare. We hebben hier eentje. Oeh. Het lijkt wel een koning. King Mighty Bean. 28. Deze is ultra rare. Is groen, hè? Ultra rare. En dan hebben we hier nog eentje. Prince Mighty Bean. Eerst Prince en dan... Deze is common. We hebben hier nog eentje. Oh, oma. Fasty Penny. Volgens mij heb ik deze al. Is het toch common? Ja. Nog 2. Check deze. Hungry Horse. Deze is een rare trouwens. En de laatste. Een octopus. Een krab. Wat dan ook. Heavy Spider. Oh, deze heb ik ook al. En deze is trouwens common. Dus 8 stuks. Deze gaat naar achteren. Zo. En de laatste. Sailor Moon Mystery Mini Vika. Dit is niet zo'n hele zware. Gelukkig is het niet Sailor Moon. Dit zijn degenen die je allemaal kan verzamelen. Sailor Moon is het zwaarst. Dus als je hebt van, oh, die is heel zwaar. Zwaarder dan die andere. Dan is het waarschijnlijk Sailor Moon. Dus hem te vinden is niet zo heel erg moeilijk. En de lichtste zou wel die twee zijn. Ik denk dat dit gewoon een persoon is. Ik hoop niet Mercury of Jupiter. Want die heb ik al. Die Venus of zo. Of natuurlijk de Saturnus. Die is wel extra zeldzaam. Die doosjes, die zitten gewoon in elkaar. Hop. 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 Het is een persoon, hè? Ja, het is een persoon. Het is geen katjes. En het is... Ah, het is Jupiter. Die heb ik al. Het is 1 op 6, hè? Dus kan ze gewoon... Maar ik vind deze Vickers wel heel erg mooi, mag ik zeggen. Mooie details. Schoentjes ook. De bow. Dit zijn ze. Jammer dat ik geen nieuwe heb. Maar misschien de volgende keer meer geluk. Wil je niks missen? Abonneer je op mijn kanaal. Ik plaats elke dag een video. En hopelijk tot de volgende keer. Bye bye. Doei.